In de week van 8 tot en met 14 maart werden de tenniskampioenschappen in de gemeente Eersel gehouden. En wij volgden voor u de finales op het sportpark in Vessem. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Feeling that tonight's gonna be Tenniskampioenschappen Eersel, Regina de Boer. Nieboer, sorry. Regina, kampioenschappen Eersel, dat betekent dat de hele gemeente, alle tennisverenigingen meedoen? Ja, het is bedoeld voor alle leden van tennisverenigingen in de gemeente Eersel. Dus je moet lid zijn van een tennisvereniging in de gemeente Eersel. Daar is het voor bedoeld. Dus als je gewoon in de gemeente Eersel woont en ergens anders tennist, dan mag je niet meedoen. Je moet wel lid zijn van een vereniging. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tijdens de kampioenschappen is er ook een stageopdracht van de jongens van het Ritovius College in Eersel. We staan hier langs. Ruben Bultman. Ruben Bultman. Jasper Verhoeven. Jasper Verhoeven. Kim Lauwers. Kim Lauwers. Kim, om met jou te beginnen. Wat voor stageopdracht hebben jullie? Nou ja, we moeten een maatschappelijke stage doen. 30 uur. En ik kon uit een lijst kiezen. En wij hebben de tennisclub Eersel uitgezocht. 30 uur, is dat niet erg veel? Nee, dat is zo volgemaakt hoor, ja? Met alles wat we moesten doen. Dus. Je bent bij de voorbereiding betrokken? Ja, vergaderingen en tijdens het regelen van het toernooi. Dus zo hebben we de 30 uur volgemaakt. Corrie Janssens uit Vessem. Corrie, de finales zijn in Vessem, terwijl de andere wedstrijden in Eersel zijn gespeeld. Waarom is dat? Omdat het een gemeentelijk toernooi is. De wedstrijden worden de hele week in Eersel gespeeld, omdat we daar heel veel banen hebben. En het is de bedoeling dat alle dorpen van de gemeente Eersel een beetje bij elkaar betrokken worden. Met name de tennisvereniging. En dan hebben we vorig jaar de finales in Duizel gespeeld. En dit jaar zijn de finales in Vessem. Let's burn the roof. Allereerst een woord aan mijn eigen commissie, aan de groep die hier staat. Anneke van Loon van de Eersel. Zo. Nou, Anneke, je hebt meteen twee handen gekregen. Van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Kijk eens, dat krijg je niet elke dag, hè? Edwin Huisman van Eersel. Let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it.